Maar dat is een politiek besluit en dat zal nooit van een RIVM komen. Hallo allemaal, mijn naam is Nicole. Ik geloof dat we zo meteen naar het wat meer controversiële gedeelte van de discussie gaan. Zo werd dat in het begin aangekondigd. Namelijk wat er nou in de toekomst moet als het gaat om die vaccinatiegraad. Ik ben hier vandaag omdat ik groot voorstander ben van selectie aan de poort bij kinderdagverblijven. Wat inhoudt dat kinderdagverblijven de gelegenheid hebben om te zeggen, kinderen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, die zijn hier nu niet welkom. Waarom zeg ik dat? Niet omdat het zo leuk is om kinderen uit te sluiten, uiteraard op de eerste plaats. Maar omdat kinderen die niet gevaccineerd worden, ongewild en ook onbedoeld, kwetsbare kinderen kunnen besmetten. En dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen die vanwege hun leeftijd nog niet zijn ingeënt tegen ziekte als mazelen. Nou, dat is ook de reden dat ik hier sta. Toen mijn zoon in 2014 8,5 maand was, heeft hij mazelen opgelopen op een kinderdagverblijf in het centrum van Den Haag. Dat is dus ruim voor de leeftijd waarop je vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een BMR-prik met de M van mazelen aangeboden krijgt. En de realiteit is nu eenmaal dat kinderen al eerder dan met die 14 maanden naar een kinderdagverblijf gaan. Zo ook mijn zoon. Nou, wat is er gebeurd? Wij kregen toen in februari 2014 op een avond een telefoontje van de locatiemanager van het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf waar mijn zoon op zat, dat was gecombineerd met een BSO. Die zat boven en de babygroepen zaten beneden. Nou, er was op een dag een meisje van de BSO-groep even op de babygroep geweest om een speeltje te brengen of om een baby te knuffelen. Nou, geeft er eens ongelijk. En een paar dagen later werd dat meisje ziek. En gelukkig niet heel ernstig ziek, maar het bleek te gaan om mazelen. Nou, mazelen is een meldingsplichtige ziekte, zoals jullie allemaal weten hier in de zaal. En dat was dus het moment voor het kinderdagverblijf om in actie te komen. Dus de babygroepen die moesten allemaal thuis blijven en er zou iemand van de GGD met ons contact opnemen. En dan moet je even afwachten wat gaat er gebeuren. Ik ben niet zo van het afwachten, dus ik ben gaan bellen. Wij hadden een kinderarts in het LUMC. En die zei, ja, hij is zo jong, met zulke jonge kinderen nemen we liever geen risico. En we kregen instructies hoe we dan veilig naar het ziekenhuis kunnen komen. En dat hebben we gedaan. Hij is daar vervolgens getest. En al vrij snel kwam er uitslag dat hij inderdaad besmet bleek te zijn. Nou ja, op dat moment moet je wel afwachten. Het is namelijk niet een wet, hè, dat je kind daar heel erg ziek van gaat worden. Hij kan er ook gewoon vrij probleemloos doorheen fietsen. Maar bij ons rolde dat balletje echt helemaal de verkeerde kant uit. Mijn zoon is eigenlijk vrij snel na die uitslag echt heel erg ziek geworden. Dat begon dus thuis met hele hoge koorts, een hele nare hoest. De reden om uiteindelijk naar het ziekenhuis te bellen was dat hij apathisch was, niet meer wilde drinken, enorm ging overgeven. Zo erg dat je ook gewoon echt niet meer kon optillen. Dan bel je natuurlijk heel snel het ziekenhuis. Daar is hij vervolgens opgenomen. En eigenlijk was vanaf dat moment de ziekte heel zorgwekkend. Die lelijke hoest, dat bleek een dubbele longontsteking. Hij moest zuurstof krijgen. Hij werd heel suffig. Hij is er eigenlijk vanaf dat moment niet meer bij geweest. Nou ja, het is heel kritiek geweest. En dat was eigenlijk vooral vanaf het punt dat ze 's avonds bij het toedienen van de zondevoeding ook al constateerde dat hij echt niet meer reageerde. Ook niet op pijnprikkels. En heel koud was en in combinatie met een heel hoge hartslag. Toen werd er gevreesd voor een ontsteking van zijn hart. En toen zijn ze via het infuus antibiotica gaan toedienen. Nou, mijn man en ik hadden toen eigenlijk vrij snel het idee dat die ingreep ook hielp. Maar dan word je toch nog gewaarschuwd voor te groot enthousiasme. Want dan zou er bijvoorbeeld ook nog een hersenvliesontsteking kunnen komen. Nou, de plaatjes die jij net liet zien, die kwamen wel binnen. Ik ben heel dankbaar dat ons dat, vooral dat onze zoon, maar ook dat ons dat bespaard is gebleven. Want mijn man en ik hadden gelijk. Op dat moment was het een stijgende lijn en is het beter gegaan. En hebben wij weer een gezond, lachend kind uiteindelijk mee naar huis genomen.
het doet wat met je. En ik denk dat ik toen toch wel in de vechtmodus ben gegaan. Ik voelde heel erg de behoefte om de discussie hierover aan te zwengelen. Dus ik ben wat interviews gaan geven. En dat kwam in kranten en journaals. En er is ook aardig over gediscussieerd. Destijds al, dit is bijna 10 jaar geleden. En we staan hier nu weer. Wat ik net als toen nu nog steeds, ondanks ik het heel mooi vind dat er een heel empathisch verhaal ook verteld wordt. Hè? Dus naar beide zijden en naar verschillende groepen luisteren. Maar desondanks vind ik het echt wel moeilijk dat de vrijheid van een ander, namelijk ervoor kiezen om niet te vaccineren, boven het recht van mijn kind op gezond leven gaat. Klip en klaar, mijn kind verkeerde in levensgevaar. En het was een nota bene een vermijdbare infectie. En die wordt overgebracht omdat mensen geloven, en ik weet ook dat ze dat heel oprecht geloven, dat niet vaccineren het beste is voor een kind. En dan wordt er gezegd dat dat een individuele keuze is. En je kunt je afvragen of dat zo is. Die keuze is niet zo individueel, want die heeft behalve voor het kind van die ouders zelf ook grote gevolgen voor anderen. In dit geval mijn zoon, mijn jonge kwetsbare kinderen of kinderen die vanwege andere gezondheidsproblematiek kwetsbaar zijn. Wat ik heel erg gemerkt heb destijds in de discussie aan ouders. Allereerst gingen in ieder geval toen in 2014 heel veel ouders ervan uit, mijn kind wordt niet ziek, want die vaccinatiegraad is heel hoog. Nou, dat kun je dus steeds meer betwisten. Maar ook dat zij zich helemaal niet realiseren dat zij niet alleen voor hun eigen kind kiezen, maar ook voor andere kwetsbare kinderen. En dan is er nog een derde groep eigenlijk, die ik wil aanstippen. Ook de ouders die hartstikke voor vaccineren zijn, realiseren zich eigenlijk niet dat ze een heel jong kind naar een kinderdagverblijf brengen en dat dat kind daar wel degelijk een risico loopt. Het is nu 2023. Mijn verhaal is nu bijna 10 jaar geleden. Mijn zoon is gezond en sterk. Het heeft hem wel veel tijd gekost om op te krabbelen. In het LUMC had het verkeerd kunnen aflopen. En eigenlijk is mijn voornaamste boodschap, en daar wil ik ook mee eindigen, dat ik toch bang ben dat het volgende kind niet zoveel geluk heeft als Misha. En de gewetensvraag die je daarbij kan stellen is, moet er nou echt een kind sterven voordat er ingegrepen wordt? Dankjewel. Dankjewel, Nicole. Hier, aan mijn linkerkant, Roland Pierik, hoogleraar rechtsfilosofie, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. U houdt zich, of je, mag ik je zeggen? Ja, heel graag. Je houdt je met name bezig met vragen rondom vaccinatie en heeft veel geschreven en nagedacht over de vraag, moeten we vaccineren verplichten, ja of nee? En ook aangeschoven, we hebben je net al even gehoord, Jeanne-Marie Ament, programmadirecteur van het Rijksvaccinatieprogramma. Bij het RIVM ook jeugdarts geweest. En je coördineert eigenlijk alle facetten van vaccinaties. Van uitbreiding van het programma met nieuwe vaccins tot de vraag hoe we iedereen bereiken met de juiste informatie. Caroline Schouten, jeugdarts in Leiden en zit in het bestuur van de Landelijke Vereniging van Jeugdartsen. En in de spreekkamer veel ouders met kleine baby's die nog moeten beslissen of ze hun kind wel of niet gaan laten inenten. Het verhaal wat we net hoorden, je kind wordt levensbedreigend ziek omdat een ander ervoor kiest om zijn kind niet te laten vaccineren. Ja, wat moeten we daarmee? Wat vind je ervan? Ja, dat is gewoon indrukwekkend. En ja, dat is wel een realiteit, want het mazelen kan echt heel lelijk verlopen. En om maar even toe te voegen, en dat is niet zo indrukwekkend als haar verhaal, maar mijn eerste herinneringen waren in het ziekenhuis, omdat ik 3 weken voor mazelen in het ziekenhuis lag. Ook bewusteloos. Hoe oud was je geraakt toen? 3 jaar. Oké. Okay. Ja, dat realiseer ik me eigenlijk sinds ik programmamanager ben. Denk, ja, dat waren mijn eerste herinneringen. Ja. Stond te zwaaien naar mijn ouders, omdat ze in die tijd mochten ouders niet blijven in het ziekenhuis. Dus het kan heel. En dat, ik ben er ook goed vanaf gekomen. Dus, maar het is natuurlijk ook gewoon heel spannend voor ouders. Even los daarvan. Ook al kom je er goed vanaf en je kindje wordt opgenomen. Het is gewoon dat is gewoon niet nodig. Het is gewoon niet nodig. Ja. En jij? Ja, hetzelfde. Het is niet nodig, maar de vraag is wel, wat gaan we doen als die vaccinatiegraad zo naar beneden gaat, dat RIVM zegt van ja, de kansen op uitbraken zijn groot. Mm-hmm. En dan denk ik, ik weet niet of je moet gaan verplichten, maar ik denk dat je wel kunt nadenken of je kunt zeggen van als die vaccinatiegraad zo laag wordt dat die kans op uitbraken serieus is, dat je dan bijvoorbeeld gaat zeggen, niet dat een kinderopvang mag kiezen om ongevaccineerde kinderen niet toe te laten,
dat de overheid gaat zeggen van ja, geen enkel kind dat niet gevaccineerd, wat niet meedoet aan het programma, wordt toegelaten op de kinderopvang. Want ik ben een beetje bang voor jouw oplossing, dat je dan discussies krijgt in de kinderopvang, pro en out. Ik bedoelde dat breder. Ik help je heel even, want voor de mensen die via de livestream kijken, ze voegde toe, ik bedoelde niet zozeer dat die beslissing bij een kinderopvang komt liggen, maar dat de overheid daar ook een rol in heeft. Ja. Ik denk dat de overheid daar, uiteindelijk is het tegengaan van dit soort ziekten is een rol van de overheid, moet die rol niet bij de kinderopvang leggen. Op een gegeven moment, als het echt te gek wordt, moet de overheid zeggen van, wij maken besluiten en wij zeggen dat ongevaccineerde kinderen die niet in het programma zitten, niet naar de kinderopvang. Nou, en dan gelijk maar als vraag aan jou, Jeanne-Marie. Ligt er zo'n plan bij het RIVM over als we onder een bepaald percentage komen, dan moeten we misschien in gesprek met de politiek of wie dan ook? Ja, we zijn altijd in gesprek met de politiek. Ja. En als er een uitbraak is, is er altijd een OMT. Dus er liggen altijd plannen om goed te reageren. Er is altijd genoeg vaccin om genoeg te reageren. Maar er is wel als we het hebben over de dag van vandaag, is er wel een genuanceerder verhaal te vertellen over de vaccinatiegraad. Mm-hmm. Dus ik denk, in globale lijn begrijp ik het betoog. Maar de vaccinatiegraad zoals we hem nu zien, is niet ideaal. Hè? Daarom hebben we ook in ons nieuwsbericht aangegeven. We maken ons zorgen. Maar een vaccinatiegraad is eigenlijk ook weer een dynamisch iets. Hè? Er worden elk jaar kinderen gevaccineerd. En de cijfers die we nu laten zien is van dat cohort, van de kinderen die in 2020 zijn geboren. En dat is dit cohort. En, wat betekent cohort? Cohort, geboorte, alle kindjes die geboren worden in Nederland. In dit jaar. Ja, en daar wordt dan naar gekeken. 2 jaar later maken we dan bepalen we de vaccinatiegraad. Dan kijken we terug van hoeveel kinderen zijn er nu gevaccineerd. Mijn vraag hierbovenaan voor jou als eerste vraag was, hoe groot is de paniek bij het RIVM? Is er paniek? Nee. En jij zegt eigenlijk, nou jongens, het beeld is genuanceerder. Het is genuanceerder. Wat we nu zien is een vaccinatiegraad waarvan je zegt, nou, vooral als we over mazelen hebben, want het geldt niet voor alle ziektes evenveel. Dus ik moet even het verhaal er denk ik wel omheen vertellen. Voor mazelen wil je eigenlijk dat die vaccinatiegraad zo hoog mogelijk is. Omdat het heel besmettelijk is. Ja, super besmettelijk. Ja. COVID en R net boven de 1 denken we, oh god, we gaan in lockdown. Mazelen is 20 tot 30. Ja. Dus om even een beeld te schetsen. Je hoeft hier maar gewoon in de straat rond te lopen met mazelen en alle kinderen krijgen het gewoon. Dus dat is echt een onvoorstelbaar snel verspreidend ziektebeeld. Maar dat gebeurt nu niet in Nederland, omdat al die cohorten van kinderen, al die jaren ervoor, en ook de mensen die inmiddels volwassen zijn, die zijn goed gevaccineerd. Maar als dit jarenlang zo blijft, of we gaan pockets hebben, bijvoorbeeld wat we nu zeggen, bijvoorbeeld de Nieuw-West. Met groepen die ervoor kiezen om zich niet te vaccineren. Groepen van mensen die sociaal dicht op elkaar zitten en die allemaal niet vaccineren, jarenlang achter elkaar, ja, dan ga je risico's lopen. Ja. Dus we lopen nu, we hebben duidelijk gekozen van, nou, we willen een zorg wel neerleggen. We willen dit wel gewoon zeggen dat dit niet de trend is waar we blij van worden. Maar om meteen te zeggen, daar moeten we rood licht op geven en er moet nu meteen een verplichting komen, maar dat is denk ik niet meteen een antwoord. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wij moeten het meer zien als een soort gedachte-experiment. Ja. Nee, we moeten het zien als op een gegeven moment als het RIVM wel de rode vlag uithangt, dat dan de overheid moet optreden. Maar ik zou dan wel zeggen dat de overheid wel zo'n plan achter de hand moet hebben. Maar wil je toevoegen? Ik snap vanuit volksgezondheidsperspectief, snap ik heel goed dat je als overheid op een gegeven moment zegt, de vaccinatiegraad daalt, er is een reële kans op uitbraak van dingen. We nemen onze taken in bescherming van onze bevolking heel serieus. Maar ik vraag me oprecht af, als je dan komt met een vaccinatieplicht, zeker in deze tijden, of je daarmee niet het tegenovergestelde bereikt, dat nog meer mensen zullen denken, ja, wat gaan we doen? Verplicht vaccineren. Het is niet verplicht. Laat me even. Ja. En ook, hoe voer je het uit? Hoe zie je het voor je dat iemand met zijn kind komt, ja, ik moet verplicht vaccineren. Ik zal niet de arts zijn die een verplicht vaccin in een baby stopt. Maar misschien heel even om eerst een soort van, wat zouden de opties zijn als we bijvoorbeeld gaan, kijk, we kunnen het verplicht vaccineren noemen, je kan dat, andere dat vormen moet je van misschien niet doen. Nee. Dus wat je kunt zeggen is van, als het RIVM de rode vlag uithangt, dat je zegt van, ongevaccineerde kinderen mogen niet meer naar de kinderopvang. Ja.
Maar het RIVM zal die beslissing nooit nemen, want wij zijn niet de minister. Oké, okay, maar dan is het de minister. Daar ook even heel helder over zijn. Ja, maar dan is het de minister. Politiek. Uiteindelijk is het een politieke keuze. Maar we kunnen wel adviseren van nou, wij vinden het nu echt een hele onmenselijke situatie. Maar stel dat we... Je mag zo meteen iets toevoegen, want ik wil eerst even van Roland horen welke verschillende opties we zouden kunnen hebben. Wat je dan kunt doen is dat je zegt van of de ongevaccineerde kinderen niet aan het programma meedoen, die mogen niet naar de kinderopvang. Ja. We hebben cijfers van voor COVID, dus door COVID kan het veranderd zijn, maar uit Frankrijk, Italië, een aantal andere landen, waar dat soort maatregelen zijn ingevoerd, omdat die discussie opkwam. En dan zie je vervolgens dat die vaccinatiegraad toch wel weer stijgt, omdat je toch een aantal mensen hebt. Kijk, je hebt een aantal hardcore mensen die gaan niet vaccineren. Maar er zitten ook een aantal mensen die uiteindelijk toch hun vaccinatie vergeten zijn. Of denken van, nou, nu even niet. En dan denken van, nou, als het niet naar de kinderopvang kan, dan gaan we die vaccinatie wel nemen. Kijk, ik denk dat er een enorm veel emotie ook zit rondom als je tegen ouders gaat communiceren, verplicht vaccineren. Ja, maar stel dat je het hebt over, dat ben ik benieuwd aan wat de tafel hiervan vindt. Stel dat je dus, laten we even wegblijven, de woorden verplicht vaccineren. Mm. Maar stel dat je consequenties verbindt aan het niet gevaccineerd zijn. Ja. Ja. Is dat iets waarvan jullie zeggen dat is een goed idee? Om nog heel even aan te sluiten op het voorbeeld van stellen het verplicht bij de kinderopvang. Dat is niet effectief. Het geeft een absolute vorm van schijnveiligheid. Want kinderen tussen 6 en 14 maanden, die zijn te jong om de BMR-vaccinatie te krijgen. Je hebt er een groep van 20 kinderen, waarvan er misschien 5 besmettingsrisico lopen op mazelen. Dan zeg je, ons kinderdagverblijf is volledig gevaccineerd. Maar dan heb je die 6 tot 14 maanden die ongevaccineerd daar zit. Aan de andere kant krijg je een groep die niet gevaccineerd is. Die kinderen en die ouders die gaan elkaar opzoeken. Je wil ook dat kinderen sociaal contact hebben. Dus dan heb je hier een groep van 20 kinderen die niet gevaccineerd is. Waarvan de ouders bewust zeggen, we vaccineren niet. Mazelen met een R-getal is van 18. Dat zijn brandhaarden. En die kinderen zitten maar 3 dagen in de week op het kinderdagverblijf. Die gaan samen naar de supermarkt met die kinderen uit deze groep. Die gaan naar de ballenbak. Die ouders ontmoeten elkaar. Dus het effect kan totaal averechts zijn door clustering van niet gevaccineerden bij elkaar. Dat kan, maar het kan ook zijn dat wat we zien in Frankrijk en Italië en andere landen, dat die vaccinatiegraad door deze keuze weer omhoog gaat, waardoor het probleem minder wordt. Ik denk dat er nog veel meer andere manieren zijn om die vaccinatiegraad op omhoog te brengen. Maar wat dan? We hebben voor de pauze hierop gepraat. Niemand weet het. Natuurlijk wel. Bij de GGD in Amsterdam probeer je mensen te bereiken via sleutelfiguren. Je kan de communicatie nog veel meer verbeteren. Je kan de samenwerking verbeteren. Je kan kinderen biologie lesgeven op school over. Maar dan zit je erg in de categorie voorlichting. Maar je kan ook dingen doen. Ik bedoel, het is ook zo dat we in Nederland, zeker als het over de tienervaccinaties gaat, waar ook nog een tweede BMR gegeven wordt, hebben we in het grootste deel van Nederland hebben we een programma waarbij in het voorjaar en in het najaar een grote school, een sportzaal wordt afgehuurd en een aantal keren die kinderen geprikt kunnen worden. Als je in het voorjaar je prik niet haalt, dan kan je pas weer in oktober, bij wijze van spreken. Dat is een manier van vaccineren, ook die in COVID-tijd, waarvan we denken, nou, dat is echt gewoon. Het is eigenlijk een wonder dat we überhaupt zo'n hoge vaccinatie hebben. Maar waarom gebeurt het dan op die manier? Moet veranderen. Nou, dat is gewoon. Het heeft altijd zo gewerkt en het heeft altijd zo gefunctioneerd. En men was er altijd tevreden mee. Maar ik denk dat de maatschappij ook veranderd is door COVID. En dat we nu zeggen, nou, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus het vergroten van de toegankelijkheid en het veel makkelijker maken. Maar hoe moet het dan wel? Nog niet waar moet ik naar aan denken? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat je gewoon gaat zeggen, nou, we bieden in alle JGZ-organisaties wekelijkse inloopspreekuren aan voor alle vaccinaties. Dus wanneer het ouders uitkomt, kunnen ze een afspraak hebben en kunnen ze gewoon terecht. En wanneer het niet uitkomt, kunnen ze het makkelijk afzeggen en een keer inhalen. Dat is toch heel veel. Dat zou al heel veel dingen simpeler maken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik wil nog één heel belangrijk. Ze mag één toevoeging doen, dan mag je reageren. Wat wij niet in Nederland doen, is dat in de meeste landen waar de vaccinatiegraad verschrikkelijk hoog is, en dat is dus niet aan verplichting. Soms is het wel samen met een verplichting, maar het is onafhankelijk van verplichting, is dat er op scholen wordt gevaccineerd. En daar is de vaccinatiegraad altijd
hoog. En dat komt omdat, en wat het mooie daarvan ook is, arme en rijke kinderen zitten daar samen. Ik maak kinderen hier wel vaker school wonen. En ik maak hier wel eens onderwijsprogramma's. En ja, ik vermoed dat de reactie vanuit het onderwijs gaat zeggen: oh nee, maar dat begrijp ik heel goed. Nu moeten wij ook nog dit gaan oplossen. Dan mag ik één ding eraan toevoegen. Nee, want ik vind dat de onderwijzers, die hebben al ongelooflijk veel op hun bord. Mm-hmm. En het is hartstikke belangrijk. Dus die kunnen dit zeker niet bij hebben. Dat begrijp ik heel goed. Ik denk ook niet dat het per se aan onderwijs gekoppeld hoeft maar te zijn. Maar dan bedoel je de locatie? Maar ik bedoel de locatie. Ja. Want wij gaan ook stemmen. Nederland heeft ook een stemrecht. Je bent niet verplicht om te stemmen in Nederland. Maar veel mensen gaan wel. En we willen graag dat iedereen gaat. Want zijn we daar zitten we nog niet op 90% volgens mij. Nee, maar goed. Daar hebben we stemlokalen. Vaak in een schooltje of in een buurtgebouwtje. Ja. Gewoon dichtbij. En ik denk dat dat ook het als een kind ook. En ja, je hebt dan ook nog de solidariteit van de klasgenootjes onderling. Dat je zegt, ja, ik ga ook. Ik ga. Dus solidariteit, heeft, groepsdruk. Ja, en het heeft ook een discussiemoment. Dus ik denk dat dat heel erg zou kunnen bijdragen. Ik weet niet of we dat in Nederland, want we hebben dat nooit gehad. Dus dat zal niet iets zijn waar we nu op zitten te wachten. Maar je zou kunnen zeggen, nou, in de buurten waar het nu echt gewoon niet goed gaat, zou je dat kunnen aanbinden. Je zou kunnen kijken of het probeert. Daar kun je een stapje terug. Gaan we een stapje vooruit? Mooi. Gaan we geen stap vooruit? Dan zetten we het stapje weer terug. Ja. Dus in dat opzicht, je kan nog veel meer proberen. En je kan nog meer bereiken. Wat wilde je toevoegen, Roland? Ja. Nou, ik ben het hier gewoon helemaal mee eens. Nou, fijn. Dus voor mij is wat ik voorstel, is soort van noodrem als het niet lukt. Begrijp. En ik ben ook een beetje verbaasd, eerlijk gezegd, dat we voor de pauze dan een hele discussie hebben van we weten eigenlijk niet precies wat vandaan komt. Dat dit blijkbaar ideeën zijn die al heel lang spelen en niet worden uitgevoerd. Dat snap ik niet. Ik begrijp niet goed waar je hierop doelt. Zou je dat nog een keer willen uitleggen? Jij zegt van we hebben best wel een aantal mogelijkheden om die vaccinatiegraad vrijwillig omhoog te krijgen. Waarom gebeurt dat niet? Omdat, wat ik al zei, de constatering van het afgelopen jaar. We zijn 2 jaar weer omhoog gegaan met de vaccinatiegraad. We zien het nu voor het eerst weer dalen. Het daalt wel sneller. Ja. We zien het internationaal dalen. Laten we even zeggen dat wij niet in Nederland ineens een fenomeen te maken hebben waar we losgeknipt zijn van de rest van de wereld. Internationaal is er een enorm vertrouwensprobleem ontstaan door COVID. Laten we dat ook even helder hebben. Mensen zijn daar nu nog steeds moe, ziek van. Kijk maar naar kinderen om ons heen. De maatschappij is nog niet op de rails. Er is polarisatie. Dus ik denk dat wij eerst maar eens moeten tot rust moeten komen allemaal. Maar dat is natuurlijk hier, je kan praten over. Ja, maar je kan zeggen we moeten tot rust komen. Ja. Of moet het RIVM niet snel schakelen? Dus er zijn andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat het RIVM gaat niet over de uitvoering. Ik kan niet zeggen tegen de JGZ, jullie moeten nu morgen dit anders gaan doen. Maar we zijn wel ontzettend met elkaar op de tandem. De jeugdgezondheidszorg en ook de GGD Amsterdam. We hebben veel contact met elkaar. Ik kom net van een hele dag praten met de JGZ terug. We hebben begin van de week nog een startbijeenkomst gehad voor de rotavaccinatie. Oké, maar dan bedoel ik, moeten jullie samen... niet sneller schakelen. Ja, we zijn hartstikke snel aan het schakelen. Ja. We zijn daarmee bezig. In corona konden we het, hè? Dus onder de bussen en weet je. Dus het moet, als de nood aan de man is, kan er heel veel meer. Zonder dat het verplicht wordt. Ja. Maar ik denk dat scholen dat wel echt, dat kun je niet ineens zeggen, dat gaan we nu met z'n allen doen. Want ik denk dat het draagvlak daarvoor ook moet groeien. Ja, maar ik hoor ook wel, in corona konden we wel zo. Ja. Je kan wel pilots doen. En wat we nu bijvoorbeeld heel mooi doen, we hebben een van de EU een gesubsidieerd project waarbij we mogen kijken bij andere landen van hoe doen jullie het? We zijn in Italië gaan kijken op asielzoekerscentra. We zijn in Ierland gaan kijken op scholen. We zijn in Spanje gaan kijken bij de scholen. We zijn in Scandinavië gaan kijken hoe mensen werken met reminders via WhatsApp. Van mensen vergeet je afspraak niet. Er zijn heel veel dingen die je kan doen. Maar dus, dat zit toch, sorry dat ik het zeg, maar dat zit toch in een bepaald soort hoek. Als je kijkt naar, zouden jullie samen, RIVM, JGZ, jeugdartsen, zouden jullie openstaan voordat er wel consequenties zitten aan het niet gevaccineerd zijn van een kind? En wat bedoel je dan? Ja. Nou ja, zoals het bijvoorbeeld in andere landen bijvoorbeeld ook gaat, dat er bijvoorbeeld een geldbedrag aan verbonden is, of het wel of niet krijgen van een kinderbijslag, of het niet toegang tot bepaalde dingen. Nee, ik zou er zelf geen voorstander van zijn. Okay. Maar goed, ik denk op het moment dat inderdaad die trend zo onophoudelijk verandert, dan moet je wel over dingen gaan denken. Maar het is een beetje een klassiek dilemma, toch? Ja. Wat je hier ziet met verplicht vaccineren, want het gaat over de individuele vrijheid van iemand om dit zelf te kiezen. Ja. Of ga je voor het belang van de groep? Ja. Nou, kijk, ik vind het voor COVID nog anders dan voor kindervaccinatie. Want bij COVID maak je keuze voor jezelf om niet te vaccineren. Ja. Terwijl je bij kindervaccinatie maak je de keuze voor je kind. Dus die discussie over polio eerder van kinderen die hun ouders
heel erg verwijt dat ze hun kind, dat ze niet gevaccineerd zijn. Maar kijk, nogmaals, ik ben helemaal niet voor die drangen van, oh, we gaan lekker. Nee, helemaal niet. Begrijp ik. Maar, ja. Dus ik ben een beetje verbaasd dat er allerlei dingen op tafel liggen die nog niet gebruikt worden. Maar waarom ben je daar verbaasd over? Omdat ik denk van, we zien die nou ja, het is natuurlijk waar dat die eerst gestegen is en nu weer daalt. Ja. Dus dat is. Ja. Dat, maar de vraag is dan wel van, wat doen we als die vaccinatiegraad op een gegeven moment naar 80%? Ja, tuurlijk moeten we blijven, ja, hè, moeten we heel realistisch zijn. Maar dan nog is het op de mensen de toegang tot de kinderopvang weigeren als kind niet gevaccineerd. Het is totaal geen effectieve maatregel. Nee. Ik wil even tenzij het effectief is om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Nee, dat is niet effectief. Nou, dat is wel, want in andere landen is het wel effectief. Nee, want vaccinatiegraad wordt daar op andere manieren bepaald. En die zijn lang niet zo accuraat als dat wij dat in Nederland doen. Hoewel in Nederland nu ook wel iets over de accuraatheid te melden is. Maar daar ga ik vanavond niet op in. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval zo dat dat je niet zomaar kan zeggen, het wordt niet altijd op dezelfde manier bepaald. Maar ik wou gewoon zeggen dat wat Caroline, ik wou het even heel simpel zeggen wat Caroline probeert uit te leggen met cijfers. Maar als je naar een gewoon kinderdagverblijf kijkt, dan zal 70% van de kinderen die BMR nog niet hebben gehad. Ja. En dat komt gewoon omdat ze dat pas 14 maanden krijgen. Dus of je het nou verplicht stelt of niet, als heel jouw kinderdagverblijf meedoet aan een RVP, ja, RVP-proof is, zal 70% niet gevaccineerd zijn. Dus je beschermt daar geen kinderen mee. Je stelt wel een norm. Je zegt wel tegen elkaar, wij vinden dit normaal dat je dit doet. Maar dat is een politiek besluit. En dat zal nooit van een RIVM komen. Ik wil toch even naar wat opmerkingen. Roel, we hadden het van tevoren daar al over. Wat is jouw standpunt wat betreft dit verplicht vaccineren? En ik geloof namelijk, want dat hebben we het over gehad, dat je daar ook nog in gewijzigd bent, dat standpunt. Wil je dat nog toevoegen? Ja, nou, ik vind de discussie buitengewoon boeiend. Maar het interessante is eigenlijk dat men ook in deze discussie om de hete brei heen draait. En het is een typisch Nederlandse discussie. Want het is heel merkwaardig. Verplichting in Nederland, dat is een soort vies woord. En als je nou kijkt wat er in Italië is gebeurd en in Frankrijk is gebeurd, was protest tegen de verplichting. Maar het is gewoon doorgevoerd omdat er politieke moed was om te zeggen, dit is niet acceptabel. En dat is in Amerika, in de Verenigde Staten, al veel eerder gebeurd. Dus het is heel boeiend om dit te zien. En het is ontzettend Nederlands en ik leg het uit als een angst voor verplichting. Ik bedoel, ik ben het helemaal mee eens dat alles moet gedaan worden om al die initiatieven. Helemaal waar. Maar het zal het schip niet keren. En ik zie twee mogelijkheden. Eén is dat je wel die verplichting invoert, omdat dat heel terecht is, omdat gewoon het risico voor een ander niet acceptabel is, en met name niet voor de kleine kinderen, maar ook voor oudere kinderen met immuunstoornissen. Dus op een gegeven moment moet je de moed hebben om te zeggen, dat is helemaal niks van het RIVM. Daar heeft het RIVM helemaal geen stem in. Dat is een politieke beslissing die destijds bij de polio ook al genomen had moeten worden, en het is niet gebeurd. Dat is één ding. Het tweede is dat je niet alleen hoeft te straffen, je kunt ook belonen. En dat is eigenlijk een hele gekke discussie. Die ken ik uit HIV-AIDS, want dat gebeurt het al heel lang. Daar worden dus mensen beloond voor behandeling. Maar even om het heel concreet te maken, wat voor soort beloning hebben we het dan over? Nou, dan heb je het bijvoorbeeld over een korting op de ziektekostenverzekering, waarbij ik heel goed weet dat dat heel ingewikkeld is en allemaal moeilijk te doen is. Maar daar zou je mee moeten experimenteren om te kijken of dat werkt. Want als op een gegeven moment tegen mensen zegt, je krijgt een korting als je dus je vaccineert, dan is dat ethisch, zie ik daar helemaal geen bezwaar tegen. Het is in het belang van het kind. Het heeft economische voordelen, het heeft andere dingen. Ik zeg niet dat je dat meteen moet invoeren, maar ik denk wel dat je daar onderzoek naar moet doen en moet kijken of dat werkt. Dus dat is één ding. Maar even naar de tafel om te reageren als je het goed vindt. Dat belonen. Mm-hmm. Dus misschien moeten we gaan kijken naar wat doet de locatie? Dus wat doet de locatie? Kunnen we niet binnen het onderwijs of op scholen? Maar dat belonen? Korting op de ziektekostenverzekering? Gratis kinderopvang? Komt, als er gratis kinderopvang komt, dan hoop ik dat dat voor alle kinderen komt. Ja, ja. Maar dat is mijn punt. Maar even dat. Ja. Kijk, ja, nee, dat is gewoon een oprecht vanuit mijn hart als arts ook. Ja, ja. Maar die, niet politiek. Zijn er mogelijkheden voor belonen waar jullie het misschien wel mee eens zouden zijn? Ik snap de gedachte en ik vind belonen sowieso beter dan straffen. Dus dat is al een goede uitgangspunt.
Maar het gaat wel over iets wat eigenlijk gaat over integriteit van je lichaam. En, ja. en je laat een gezond... Weet je, ik ben hartstikke pro-vaccineren. Dat is een beetje dansen met Janssen verhaal. Maar het, je laat je een gezond kind spuit je iets in omdat je iets wil voorkomen. En je wil je buurkind niet ziek maken. Maar dan kan je niet daar tegenover... Dat is een hele essentiële... diepe gedachten van mensen. En dan kan je niet met een soort beloning komen van geld of gratis kinderopvang. Dat is een veel te licht iets voor iets wat zo diep essentieel in mensen zit. Wat ik ervan uit hoor is dat de politiek nog flink wat heeft om over door te praten. En ze hebben al zoveel. Ik moet hier afsluiten, want we zitten tegen het einde van de avond. Ik wil eigenlijk al mijn sprekers bedanken. Ik ga even over van microfoon. Dank je wel dat jullie hier allemaal waren. En dat jullie al jullie opvattingen, meningen en ervaringen wilden delen. Heel fijn. Dank daarvoor. En ik wil ook mijn publiek bedanken. En de sprekers die ingesproken hebben, zou ik willen zeggen. Maar hun verhaal hebben gedaan. Dank jullie allemaal. Heel fijn dat jullie er waren. Praat vooral dus na aan de bar. Want we zijn nog niet uitgesproken. Dat voel ik aan alles. heel graag tot ziens de volgende keer hier in de balie.